Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben weer echt lekker opdreven met het maken van andere video's dan vlogs. Vlogs zijn er ook gewoon, maar ook extra video's. Ik vind het zelf super leuk. Ik hoop jullie ook. Vandaag heb ik mijn tweede adventkalender unboxing. Ik wil daar in dit jaar echt zoveel mogelijk voor jullie opnemen. Lijkt me onwijs leuk. En gisteren kwam er een hele vette kalender binnen die ik echt vandaag op mijn vrije dag direct wilde gaan uitpakken. Voordat ik ga beginnen, als deze video 500 duimpjes omhoog krijgt of meer natuurlijk, zal ik weer een nieuwe adventkalender video voor jullie gaan maken. Ik ben benieuwd of we het gaan halen, ik hoop het. 1. En ik hoef de doosjes ook niet terug te zetten, dus dat is fijn. Want dat had ik bij de vorige kalender fout gedaan. Mocht je die nog willen zien, dat is die van de Body Shop. Ik zal hem even linken in het i'tje. Oh, dit is meteen eentje die ik niet leuk vind. Want dit is een lipstick. Dat vind ik jammer dat ze dat meteen in vakje 1 doen. Want dan denk je meteen... Ik denk namelijk dat niet heel veel mensen dit leuk vinden. Ik krijg het er oprecht niet uit. Auw! Auw, dat is zoveel pijn. Nou, dit is ook zo'n typische kleur die ik niet draag. Dit is de kleur Smudge Me. Dit is gewoon een soort grijs paars en dit draag ik zelf niet. En dan vind ik het eigenlijk heel zonde om deze te gaan swatchen. Dus ik denk dat het leuk is dat ik gewoon ga kijken welke producten ik van deze Advent Planner niet wil. En dan ga ik ze dit keer niet weggeven bij mijn webshop of op een andere manier. Maar dan maak ik gewoon een pakketje van deze box wat ik niet wil. Ik denk dat er wel meer in zal zitten wat ik niet echt direct ga gebruiken. En dat is zonde. Dus daar zit sowieso deze lipstick in. En die ga ik dus ook niet swatchen. Alles wat ik ga houden ga ik swatchen. Alles wat ik niet ga houden ga ik niet swatchen. Zodat jullie gewoon nieuwe producten kunnen winnen. 1 pakketje. Wil je dus kans maken op die lipstick en al het andere wat ik ga weggeven? Doe even een duimpje omhoog op deze video. En zorg dat je natuurlijk geabonneerd bent. Anders kan ik je niet kiezen. En reageer even met... Sowieso reageer even iets leuks. Maar laat ook even dus weten dat je het pakketje wil winnen. En laat ook iets achter in je reactie waardoor ik jou kan contacteren. Want soms krijgt niet iedereen een melding als ik op jouw reactie reageer. Dus dan ga ik gewoon over 2 weken ongeveer na het uploaden van de video jouw mailtje of DM sturen waar je ook maar gecontacteerd wil worden. Yes? Even. Oké. Nu ga ik door, want ik wil niet te langdradig. We gaan op zoek naar vakje 2. Hier. Ik heb nu dus net nagels. Wat is dit? Oh, ik hoop niet dat alles er moeilijk uitgaat. Oké, deze ging best wel goed. In vakje 2 zit een Foil Play Dream Pigment. Een pigmentcreme. En ik vind hem onwijs mooi, maar deze ga ik ook zelf niet gebruiken. Dus die gaat in het pakketje. Vakje 3. Waar bent u? 3. Oh nee, ik ben echt bang dat ik heel veel ga weggeven. Ik vind dat zo stom, maar... Vinden jullie vast niet erg. Wat betreft het weggeven, heel fijn dat alles dicht zit. Dit is een matte lip liner van de NYX Suede lijn. En het is een donkerrode kleur. En dat draag ik ook niet. Dus al 3 dingen die je kunt winnen. In mijn vorige video van de Body Shop had ik echt bij alles dat ik het ook gewoon wilde houden. Maar bij dit, als het jouw kleur niet is, dan is het leuker om het gewoon aan iemand anders te geven. Ik hoop dat er wat producten tussen zitten die echt mijn kleur zijn. Hier heb ik ook best wel veel lipsticks van gekregen. Dit zijn de Candy Slicks, de Glowy Lip Colors. En dit zijn, als het goed is, een soort van... Er staat hier lippen stift, maar volgens mij zijn het een soort glossjes met heel dik pigment. En dat is ook niet helemaal mijn ding, dus. Ik vind het tot nu toe dat ik denk, dit is een hele leuke kalender als je nog niet zoveel make-up hebt. En misschien... Ja, NYX is wel gewoon echt een heel mooi merk. Maar ik denk als je... jong bent, dat het dan heel erg leuk is om te experimenteren met make-up. En dat je dus op deze manier verschillende producten kunt testen, verschillende kleurtjes, maar wel van een goed merk. Want weet je, je kunt natuurlijk ook voor een action kalender gaan en daarmee met make-up experimenteren. Maar dat zijn wel gewoon minder goede producten. NYX is gewoon een heel erg goed merk. Zo te zien zit er in dit vakje een, ik denk dat een lip... stick kwastje is. Ik zal even spieken. Oh, het staat niet op volgorde van de producten, dus het is heel lastig om te zien. Maar volgens mij zit een kwastje om lipstick mee aan te brengen. Gebruik ik ook niet. Dus, ik wil niet even zeggen, dat gaat in het pakketje. Jullie snappen het. Pakje 6 heb ik gevonden. Oeh.
Dit vind ik leuk, want dit product ken ik niet. Dit is Filler Instinct Plumping Lip Polish. Ik ben echt fan van gloss en van plump. Alleen deze kleur goud is niet echt mijn ding. Maar hierbij vind ik wel dat ik hem eventjes moet testen. Het gaat tot nu toe allemaal niet heel gemakkelijk. Auw! Dit bevalt me wel. Ik voel hem een beetje branden. Ik hou ervan, want dat is plump. Dit vind ik heel mooi. Deze ga ik houden. Deze vind ik heel mooi. Hij is minder heftig dan die lijkt. Ik zal even dichterbij komen. Ik geloof zeker dat dit een plumping effect heeft. Want zodra het een beetje tintelt, dan plumpt het meestal wel. Dus deze vind ik heel erg leuk. En ik kende hem ook niet. Dus dat is wel helemaal leuk. Dus het eerste product voor mezelf. Dat vind ik leuk. Maar waar waren we? 7? Het zijn op zich wel relatief goede kerstkleurtjes. Ik ben gewoon niet zo'n kerstkleurpersoon. Ik hou niet van donkere kleuren. Dit is zoals ik van niks gewend ben een super mooie oogschaduw. Maar een soort roodige kleur. En dat gebruik ik niet. 8. Een kwast, denk ik. Of lipstick. Of pencil. De eerste nudie color. Dit is de retractable. Dat betekent denk ik dat je hem kan draaien of niet. Lip liner in de kleur 01 Natural. Waterproof. Hij is misschien voor mij iets te bruin. Ik vind nepnagels heel leuk. Want ik hoef nooit meer te stressen dat mijn nagels er onverzorgd uitzien. Maar ik vind het me toch onhandig. Ik kan niet eens verpakkingen overpeuteren. Ik ga deze wel even swatchen. Hij ziet er heel mooi uit. Ik vind hem heel erg mooi. De kleur is exact de kleur van de verpakking. Wat ik wel heel erg fijn vind. En hij is super creamy. En is ook nog eens waterproof. Ja, ik gebruik dit niet heel erg vaak. Maar ik wil deze wel even voor mezelf houden. Ik kan hem wel uitvegen. Maar ik geloof wel dat hij dus wel waterproof is. Maar of hij heel erg steenachtig is, weet ik niet. 9. Laat even weten, vinden jullie het leuk als ik het erin laat dat ik het vakje openmaak? Of hebben jullie iets van, knip dat er maar uit? Ik vind dat altijd lastig. Bij mijn bodyshop had ik echt het er helemaal ingelaten dat ik die doosjes opende. Want ik vind dat zelf best wel leuk om te zien. Maar ik ben benieuwd wat jullie vinden. Nou, weer een donkere kleur. Jammer. Dit is de NYX Slip Tease Lip Lacquer. En in de kleur 16 Last Frontier. En dit is voor mij gewoon veel te donker. Misschien draag ik 1 keer per jaar zo'n donkere kleur. Maar daar heb ik er genoeg van. Dus die gaat naar jullie. En door. Ik vind ook deze kleur echt super mooi. Maar ik weet dat deze heel erg gepigmenteerd is. Dus dan is het voor mij weer te heftig. Hier hebben we de Metallic Eyeliner Waterproof. Gebruik ik ook niet. Maar wel heel mooi. Weet je, ik gebruik eigenlijk zulke basic producten dat het eigenlijk heel logisch is dat heel veel voor mij niet geschikt is. Wel goed om je te realiseren, weet je. Trakteer jezelf op een adventkalender dit jaar. Ja, denk dan goed na wat bij jou past. En hopelijk heb je er wat aan door deze video. Vorig jaar had ik ook een adventkalender van NYX. En daar heb ik veel meer producten volgens mij uit gehouden. Ook oogschaduwtjes en zo. En leuke kleurtjes. En ja, ik weet niet. Het is ook een disco theme. Ik vind dat de items wel heel erg aansluiten bij de kalender. Glitter en donker. Het is in ieder geval echt een kerstcollectie. Donkere, mooie kleuren. Dit is de Metallic Matte Suede in de kleur 31 New Era. E-ray. 12. Laat ik even weten van, ben jij meer van de donkere kleuren, van de lichte kleuren? Wat is jouw ding? Is dit een kalender voor jou? Of is het ook niks voor jou? Had jij dit verwacht? Let me know. Dit vind ik wel fijn. Dit is een Lip Loving Balm. En ja, ik heb heel veel lipbalm. Ik heb het zeker niet nodig. Maar ik heb echt in mijn tas, in mijn andere tas, in mijn andere tas, naast mijn bed, in mijn make-up tasje, op de kast, bij de bank, in mijn klas, in mijn auto, overal lipbalm, want lipbalm is mijn ding. Dus deze hou ik lekker zelf.
verwachtte een lichter roze kleurtje, maar super fijne kleur. Lijkt een beetje op die Vaseline. Ik kan nu niet testen, want ik heb gloss op. Maar hij voelt lekker. Dit is ook een product waar denk ik iedereen wel blij mee is. Dus fijn dat dit erin zit. Kijk, dit is dus eventjes wat anders. Dit vind ik leuk. Ik hou gewoon van lichte kleuren. Dit is een Illuminating Powder Duo Chromatic. Ik denk highlighter. Dit is een soort van holografisch, niet heel heftig, maar een beetje holographic highlighter. Met een beetje wit en roze erin. Heel erg mooi. In de kleur Snow Rose 04. Inderdaad, Snow Rose. Wit en roze. Super mooi. Probeerden jullie de... Het is gaaf. Ik weet niet of het overkwam op beeld. Maar het is dus wit. Maar als je het beweegt, wordt het roze. Wow. En mijn hand, dat ga je nu niet zien. Maar die is nu gewoon helemaal shiny. Dit vind ik wel heel erg mooi. Ik ga eens kijken hoe dat... Ik draag bijna geen highlighter meer. Wauw. Dit vind ik gaaf. Dit vind ik heel mooi. Zo, mijn lippen zijn echt dik. Die gloss is echt heel goed. Ja, dit is heel erg mooi. Dit is heel mooi. Echt, echt heel mooi. Ik weet dus niet of het overkomt, maar je ziet dus eigenlijk een soort van pinkish glow op mijn wangen. Prachtig. Ook best wel een beetje one of a kind. Ik heb nooit eigenlijk precies zo'n highlighter gezien. Fijn, er beginnen steeds meer producten in te zitten die ik heel erg leuk vind. Ik vergeet nu alleen steeds waar ik was gebleven. 14. Dit is een... is het zwart? Inner eyeliner. Ik weet niet of ze bedoelen dat je dan de binnenkant van je oog daarmee moet doen. Faux Blacks. Black Hole. Ik draag bijna geen eyeliner meer. Maar als ik het draag is het dus Winged Liquid Eyeliner. En ik snap het niet, want het is een beetje paars het kleurtje. Maar er staat dat het zwart is. Maar mijn beste vriendinnetje die draagt altijd zwart onder de ogen. Dus hij wil deze denk ik wel hebben. Ik zie net dat de camera ineens was gestopt met filmen. Heel erg raar. Ik weet niet wat erop stond, maar dit was het volgende vakje. Vakje 16. En hier zit een soort van kwast in. Ik denk een liquid eyeliner kwast of iets. Heel stevig. Ga ik ook niet gebruiken. Ik heb genoeg kwasten. Dus ik hoop gewoon echt dat ik hier iemand heel blij mee ga maken. Gaan we door naar 17. Oeh, dit vind ik gaaf. Ik gebruik het niet, maar wel gaaf dat het erin zit. Oh, het is iets anders dan ik dacht. Wat vet. Ik vind het leuk dat het in een doosje zit ook. Het ziet er nog wel meer cadeautjesachtig uit. Cadeautje in een cadeautje. Line Load. Wauw. 2-in-1 Lippy. This all-in-one lippy features a super slim applicator that lines your lips with killer precision and fills them in with creamy matte color. The result of velvety matte pout worth posting about. Ja, dit geloof ik wel. Heel vet. Oh, had ik deze graag in een neutrale kleur gehad en getest voor jullie. Het is een zo'n dunne applicator en zo smooth product, denk ik. Dat je dus je lippen kunt omlijnen. Eerst met het puntje neem ik aan. En het daarna kunt invullen met de platte kant. Of met dezelfde kant, I don't know. Maar het ziet er zo gaaf uit. En ik heb van MAC een paarse lipstick. En als ik dat een keer draag, draag ik die, weet je wel. Dus het is zo zonde om dit open te gaan maken. Dit is heel licht. Ik ga hem niet openmaken. Maar ik laat jullie even zien hoe het eruit ziet. De verpakking is heel tof. Zien jullie hoe vet? Ik ben er echt heel benieuwd naar. Ik zou die wel heel graag in een neutrale tint een keer willen testen. Tof. Leuk. Wel heel verrassend. Ik vind wel dat er heel veel verschillende producten in zitten. Dat is fijn. Volgens mij vorig jaar waren het allemaal lippies en oogschaduws. En nu zijn het echt veel verschillende dingen. Dus dat doen ze zeker goed. Hierin zit iets wat ik heel leuk vind. De This Is Everything. Hetzelfde als dit qua lijn. Lip scrub. En ja, ik heb genoeg lip scrubs. Maar ik wil hem wel houden. Wow, dit is een fijne scrub. Zagen jullie zeg maar dat je het close-up... Dachten jullie ook bij de close-up van... dit is geen scrub, want ik zie geen korreltjes. Die korreltjes zijn zo fijn. Ik hoop niet of het suiker is. Ik weet het niet. Maar de korreltjes zijn zo fijn. Het is volgens mij echt gewoon heel erg vaseline-achtig. En olie. En het is
zo'n fijne scrub dat het bijna verdwijnt ook. En het voelde echt heerlijk om mijn hand hiermee te masseren. En mijn hand is nu helemaal zacht. Dus ik vind het een hele fijne scrub. Want sommige scrubs zijn veel te grof. En sommige scrubs vind ik helemaal niet prettig. En deze vind ik heel erg prettig. Wat ik er nu van heb gezien. Dus die hou ik zeker zelf. Heel leuk. 26 vakjes. 31. Het heeft 31 vakjes dit ding. 19. Highlighter. Ik dacht lipgloss. Away We Glow Liquid Highlighter in de kleur 05 Rose Quartz. Rose Quartz. Mooi. Maar het is een highlighter. Ik wil dat het een lipgloss is. Hij ziet er echt prachtig uit weer. Ik vind deze zo mooi. Hij is echt liquid. Ja, hoe subtieler, hoe meer het iets voor mij is. Ik zou dit zo op mijn lippen smeren, maar het is niet voor mijn lippen. Maar mooi. Het is echt prachtig. Ik wil dit houden. Mag ik hem zelf houden? Ik wil hem zelf houden. Oké. Okay. Nou, we gaan door. 20. Wauw, ik vind die highlighter heeft me echt verrast. Weer een bruin tint. Dit is de NYX Cosmic Metals Lip Cream. Love lip creams, maar te veel glitter en te bruin. Ga ik niet testen, hou ik lekker dicht voor jullie, maar kom wel even dichterbij. Ik ben trouwens heel benieuwd wat de waarde hiervan is. Ik zal het even in de beschrijving zetten, ook weer met een linkje. Maar er zitten echt wel dure producten in, want volgens mij kost dit boven de 10 al die producten. Dus er zitten wel echt mooie dingen in. Echt heel leuk om cadeau te krijgen hoor, dat wel. Deze gaat naar jullie. Ik hoop zo dat ik degene die dit wint heel blij ga maken. Amazing! Spannend hoor, ik vind het echt spannend wat er in alle vakjes zit. Dit is denk ik die mascara die ik een tijdje heb gebruikt. Ja. Dit is de... Ik heb op het moment al favoriete mascara's, maar ik vind het wel fijn om achter de hand te hebben. Dus, of aan een vriendinnetje te geven. Dus deze hou ik zelf, maar dit is de Worth the Hype mascara. Ik gebruikte hem een jaar geleden. Ik vond hem best wel fijn. Ik weet alleen niet meer precies wat ik er fijn aan vond. Maar gewoon echt een prima, prima mascara. Heel leuk dat dit erin zit, want dit kan iedereen wel gebruiken. Waarom vergeten jullie steeds in welk vakje ik ben geweest? Laat me weten. Weet jij steeds welk vakje ik moet openmaken? Of vergeet jij het net als ik ook de hele tijd? Ik ben benieuwd. Dit is wel echt... Ja, het is echt disco. Het is gewoon een disco kalender. Dat is het gewoon. Dit is gewoon de disco. New Year Countdown 2020. Greatest Hits Mix Surprise. Ja, het past wel helemaal bij wat je ziet. En daar moet je van houden. Dit is vet. Dit is heel gaaf. Ik heb dit laatst weggegeven ook, want dit is niks voor mij, maar zo gaaf. Dit is de Glitter Galls Liquid Lipstick in een hele toffe paarse kleur. Ja, heel mooi. X-Infinity. Tof hoor. Ja, ik denk, dit is gewoon een kalender. Bijvoorbeeld, ik denk meteen aan Jessie Maya, weet je. Die kan hier echt wel wat mee. Heftige looks, heftige dingen. Glitter. Tof. Echt toffe party. Je bent wel helemaal klaar voor het party. Met deze kalender. Ik ben nu bij 23, ik weet het nog. 31, dit is... Oh, het is ook gewoon een New Year's Eve ding, jongens. Het is niet per se voor kerst. Het is New Year's Eve aftellen. Dus je bent gewoon helemaal ready om op New Year's Eve super echt te shinen met je make-up look. En alles daarvoor lekker te hebben uitgetest. Oké, ik vind het heel leuk. Heel veel mensen zijn waarschijnlijk al weggeklikt omdat ik te negatief ben. Too negatief, Charlotte. Too negatief. Negatief, wel eerlijk. Waar is 23? Die hebben we waarschijnlijk al gehad, dus ik ga naar 24. Dit is mooi. Ja, ik weet gewoon dat bij de producten van NYX zit er super veel pigment in, dus iets is snel te donker voor mij. Maar deze wil ik wel een kans geven voor mezelf. Dit is kleur 17 Seduction van de Lip Lingerie. Deze ga ik nu niet swatchen, want misschien ga ik dit aan een vriendin geven. Want ik vind het wel een hele draagbare kleur om een vriendinnetje blij mee te maken. 25! Kijk, dit vind ik nou leuk. Ook wel een beetje disco, toch? Beetje roze. Mijn hele dure camera wordt dus te heet na 40 minuten. Dus dan moet ik even stoppen, een half uur. En dan kan ik weer door.
We gaan door. Vakje 25. Dit ziet er heel leuk uit. NYX is volgens mij best wel bekend geworden doordat iedereen hun lippies, soft matte lip creams, promoten. Waaronder ik ook. Niet dat het daar de grootste is geworden. Ik bedoel meer, ik was er ook echt mega fan van. Nog steeds. En dit is de kleur 11 Milan. En volgens mij heb ik deze al. Super mooi. Ik laat hem lekker dicht. Heb ik hem al, gaat hij naar jullie. Heb ik hem nog niet, haal ik hem wel zelf. Leuk. Mooi. Door naar 26. Ik hoop zo erg dat dit een nude kleurtje voor je waterlijn is. Zal wel niet. Dat is iets wat ik gedraag. Gedraag. Lekker met mijn messie. Zonder mes krijg je het er niet uit. Wat is dit? Concealer. Reverse lip liner. Brightener. Sorry, ik schreeuw heel hard. Wonder Pencil. Concealer brightener. Is het een lip liner die je op je bovenkant van je lip doet, zodat je lippen voller lijken? Ik weet het niet. Ik ga het in ieder geval testen en lekker zelf houden. 27, where are you? What's in here? Dat is een mini. Oh, er zitten... Ik val me nu pas op dat het allemaal full-size producten zijn. Normaal waren het allemaal minis. Dit zal wel een dure kalender zijn, denk ik. Want dit is pas echt een mini. En dit kan vet chill zijn als jij van donkere lipstick houdt. Want hoe ideaal als je dit meeneemt naar uitgaan. Zo'n klein lipstickje waar je gewoon een paar keer mee doet. Dat is echt de kleinste die ik ooit gezien heb. Kopenhagen 020. Stel dat ze deze nou in die mooie nude kleur erin hadden gedaan. Oh. En dat kon je meenemen in je tasje. Wat handig. Cute. Ik denk dat ze dus meer kalenders hebben. Ik denk dat ze ook kalenders hebben met allemaal mini lipsticks erin en zo. Ik denk het. Ik ga het straks even uitzoeken. Schattig. Voor jullie. 28. Waar ben je nou? Waar ben je nou? Full size. Ja, ik realiseer me dus serieus nu pas dat alles full size is. Ik denk al. Dat is vet duur, joh. This is a... HD. Oeh, ik heb mijn broek kapot gemaakt met een mes. Studio Photogenic Studio Concealer in de kleur Lavendel. Die hou ik zelf. Want lila, ook al zijn mijn wallen echt paars. Lila is een goede kleur concealer. Nice. Wow, dit is echt een hele coole toon. Oh. Oeh, hij lijkt heel dun. En dan is hij uiteindelijk best wel... Zie je verschil? Dit is heel cool. Oké, even serieus. Ik had wel concealer op, maar ik heb echt het gevoel dat het verbeterd is. Dit is een hele goede concealer. Hij was heel dun en zodra ik hem opsmeerde was hij dus wel heel dekkend. Wow. Ik ben echt gehighlight onder mijn oog. Heel erg. Het is nu misschien net te licht. Dan zou ik er nog wat poeder overheen doen. Maar dit is echt een fantastische concealer. Ik had deze in een bruine tint, maar dit is top. Leuk! Hebben we toch nog iets geleerd over een nieuw favoriet product. 29. This is the Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Color Lip Liner. This lip liner is so good. The name had to be this long. Vind ik heel leuk. Kleur 08 Sugar Glass. Deze geef ik weg aan een vriendinnetje. Gaan we naar de laatste. Bam, chica, wow, wow. Bam, bam. Oh nee, 31 is de laatste. Oeh, dit vind ik leuk. Dit maakt mij blij. Ik hou gewoon... van niet te opvallend, maar wel een mooie verpakking. Dit is de This Is Everything. Hoort dus weer hierbij. Lip oil. Ik ben gek op lip oil. Ik had heel veel lip oils van niks. Mijn lippen werden er wel uiteindelijk droog van. Ik werd er echt verslaafd aan. Dus of het heel goed voor mijn lippen was, weet ik niet. Maar ik vond ze wel fijn. Mooi sheer blush. Dit is super cute. Dit is een lip oil, maar hij is ook lichtroze. Dit is helemaal Charlotte. Dit vind ik heel erg leuk. En hij ruikt een beetje zoet. Het is wel anders dan die andere lip oils. Het is bijna een gloss, want hij is best wel dik.
Dus daar ben ik heel erg blij mee, want dat draag ik eigenlijk elke dag. Ik ga hem niet opdoen, want ik heb deze dus nog op. Inmiddels al best wel lang. En hij heeft mijn lippen echt voller gemaakt. Dus ik heb echt wel, dat vind ik ook gewoon leuk. Dan heb ik een paar producten waar ik vet blij mee ben. En dan heeft een van jullie heel veel producten waar hij ook heel blij mee is. Eerlijk delen. Samen zullen we alles delen. Suikergoed en kalender. Oh, leuk. Dit is heel leuk. Dit vind ik echt heel erg leuk. Wow. Heel mooi om mee af te sluiten. Op 31 december. Als je uitgaat heb je nog even die extra glow. Maar ja, je had natuurlijk al deze mooie highlighter. Dit is de Love You So Muchy. Ik weet dat je al die mochi dingen ook een beetje kan indrukken. Deze ook, denk ik. Het highlighting palette. Ik heb al ooit iets van mochi gehad. De oogschaduw is heel erg mooi. Deze wilde ik toen al heel graag. Dus deze ga ik lekker zelf houden. Maar ik ga hem houden om aan een vriendinnetje te geven. Dus ik ga hem niet swatchen. Nee, want ik weet gewoon, als je deze swatcht, het lijkt gewoon heel erg... Wat je ziet is what you get. Wat je ziet is what you get. What you see is what you get. Bij dit soort highlighters, dat weet ik gewoon. Dus ik ga hem wel even van dichtbij laten zien, maar ik ga hem niet openmaken. Dit is het 01 Lit Life palette. Super mooi. Het zit allemaal ook zo goed gesealed bij niks. Dus het is gewoon zonde om het open te maken. Nou, super leuk uiteindelijk. Conclusie is dat ik toch best wel veel producten zelf hou. Handje vol met dingen die ik echt wel hou. Jullie kunnen dus dit winnen. Al deze mooie producten. Dit allemaal. En dit. Vet veel. 16 producten kun je winnen. Net iets meer dan de helft. Super leuk toch? Ik ben heel blij met mijn producten. Ik ben enthousiaster dan ik aan het begin was. Kort samengevat dus. Wel veel glitter en donkere tinten. Moet je van houden. Dus hou er niet van. Is denk ik wel zonde om die kalender te kopen. Maar wel echt een fantastische kalender. 31 vakjes, superveel. Echt een New Year's Eve kalender. Hoe die eruit ziet, is ook echt wat erin zit qua producten. Dus ze hebben de verpakking, vind ik, heel goed gekozen in combinatie met de items die erin zitten. Allemaal full-size producten, supermooi. Echt wauw. Dus ik vond het uiteindelijk wel een hele verrassende kalender. En als ze hem openmaken, dan is het gewoon dit. Hoe grappig, hoe simpel, hè? Wel echt een kalender die je daarna lekker naar het oud papier brengt. Maar dat vind ik juist fijn, want dan heb ik niet het gevoel van ik moet hem bewaren. Superleuk, 31 dagen lang tot New Year's Eve. Prachtige producten, mega leuk. Niks, dankjewel dat ik deze heb gekregen. Het is niet gesponsord verder. En wil je meedoen met de winactie? Doe even je duimpje omhoog, abonneer, reageer en laat weten dat je meedoet. En hoe ik jou kan contacten. En dan over 2 weken ongeveer kies ik iemand uit. Vet leuk! Bedankt voor het kijken. Doe dus je duimpje omhoog als je meer advent video's wil zien. Bij 500 zal ik weer een advent video voor jullie gaan maken. En dan hoop ik dat jullie het leuk vinden en mijn eerlijke mening konden waarderen. En dan zie ik jullie sowieso weer bij een vlog. Doei!